Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik zie er heel eng uit, maar ik heb een wit masker op. Wow, ziek eng. Het is iets heel grappigs. Maar kijk wat er hier staat. Een mega doos is net bezorgd. Ik kreeg dus een aanvraag of ik een, niet gesponsord, maar wel gekregen. Of ik een super grote leren Valencia theaterstoel zou willen. En ik zei tegen haar, ja, waarom ook niet? Misschien is het super leuk om ons kantoor een beetje leven te geven. Maar hij is zo groot. En ik ga samen met jullie kijken. Oh my god. Als het goed is, zit hij er gewoon in zijn geheel in. Als ik hem op zijn kop zet. Ik denk dat hij nu op zijn kop eruit komt. Misschien niet heel erg, hij zit ingepakt. Wow. Het is 70 kilo. Ik heb een haarmasker in en een gezichtsmasker op. Ha, waar kan ik een Stanley in? Ik heb hem net een kopje lang gaan zoeken. In de rode koffer. Ik denk dat dat wel kan. Wow. Mooi hoor. Dit is duidelijk niet de onderkant. Kijk, wat een bouwwerk. Wel bizar. Ik ben heel moe omdat ik al 2 dagen niet heb geslapen. De rest heeft wel energie, maar ik ben echt heel moe. Dus ik heb net ook even geslapen, maar toen werd ik wakker van herrie. Dus, maar alsnog ga ik nu vloggen. Oeh. Ja, dit is echt het slechtste moment om te vloggen. Maar ik wil nu gewoon even die macarons uit Straatsburg proberen. Bizar. We zijn wel lekker de hele dag bezig met alles opruimen en zo. Dit is van Le Loutre Chocolatier. Dit was echt iets van €5,70 voor 4 macarons. En dit meer dan €9. Die hadden we als eerst. En we hebben dus allebei 2 smaakjes uitgekozen. Haar hoeft er niet echt gehad. Oh, ik was mijn nagels er aan het afhalen. Ik had weer zin in een ander kleurtje. Maar toen wilde ik slapen. Dus ik heb het tekort gedaan. Oké, wauw. Dit zijn ze. En ik mag altijd... van Bobby zocht er ook het filmen. Dus weet dat ik een hapje neem. Dit is volgens mij Mojito Raspberry of zo. Maar is het beeld? Ik krijg commentaar al dat. Nou, commentaar gewoon aardig commentaar. Dat mijn andere camera beter is. Deze is gewoon 3 keer duurder. Oké. Okay. Ja, gewoon lekker. Die macarons die wij laatst hadden van Multifly waren zo goed. Ik me echt afvraag. Die waren groot en romig, maar dit is meer zoals je ook in de supermarkt ziet. We hebben wel 3 dagen gewacht, dus misschien is dat dom. Maar deze vond ik niet heel erg geweldig. Volgens mij is het iets met noisette. Je ziet ook veel minder vulling. Wel een echt super lekkere vulling. Maar ik zie wel dat het volgens mij moet je ze gewoon meteen eten. Want kijk, ik pak deze macaron. Oh, hij valt helemaal uit elkaar. Want hij droog is geworden. Dus het is een beetje stom van ons, maar we hadden zoveel lekkere snackjes. Ik dacht, we gaan niet alles in 1 dag opeten. Maar dit is dus châtaigne. Dus kastanje. Maar marron is kastanje. Heet als marron. Wat is dan châtaigne? Ook kastanje. Nou ja, dit was volgens mij marron. Niet heel lekker. Ik denk en dat ik ze misschien niet zo bijzonder vind dat je ze in Nederland ook gewoon heel lekker kan halen. En dat ze dus gewoon te lang liggen. En dit is noir de coco. Oh, die is wel heel lekker. Echt kokos. Nou, ik ben benieuwd of dit van het hele mooie roze winkeltje dan echt nog lekkerder is. Dit is een fruitige, maar ook romig. Zoals die lemon strawberry mojito. Dat is echt puur fruitig. Hier proef je ook de room in. Ik heb eentje met violet en eentje met... Ik weet het niet meer. Ze zijn super licht allemaal. Volgens mij zijn die van Multifly gewoon niet helemaal de originele. Maar waren echt geweldig. Kijk. Het luchtige is verdwenen door eigen schuld. Lavendel. Volgens mij lavande fleur d'orange. Een beetje zo voor veel mensen zoals badzout. Wel lekker. Niet heel bijzonder. En dit is dan violet. Dus dat is dat ijs wat ik had. Maar ik denk dat ze echt super vers zijn normaal. Want het is natuurlijk helemaal luchtig. En nu niet meer. Ja, lekker. Maar precies als dat ijsje. Ik vind de vulling hier wel echt duidelijk beter. En ook een soort van zelfde basis. Ze smaken allemaal in de basis hetzelfde.
Wel heel lekker. En dan fluffy pistache die ik nu ook ga mollen. Oh. Oh, heel lekker. Ik vind dit wel echt lekkerder. Nou, dat was een soort van... We hebben niet heel veel eten in huis, omdat we natuurlijk boodschappen moeten doen. Dat zijn ze nu aan het doen. Het was even een maaltijd vandaag. Die kokos is wel echt het best van die ander. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ben letterlijk 8 minuten aan het filmen. Oké, jongens. Ik vind hem echt best wel mooi. Het is helemaal niet mijn stijl, maar ik vind het echt een prachtige stoel. Maar waar ga ik dit neerzetten? Ik wist al dat dit probleem zou komen. Maar ik wilde hem gewoon. Het is hier sowieso echt een zooi, want al die kleding, ik kom er niet vanaf. Maar waar gaan we deze stoel neerzetten? Kijk, deze en die. Dit ziet er natuurlijk niet uit, maar laten we hem even gaan uittesten. Tam, 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 tam. Oh my god, dit zit lekker. Oh. Waar is dit voor? Hier kan je... vet diep dingen in doen. Hier is een bekerhouder. Hier kan je telefoon opladen. Nu ga je met de lichten aan. Oh my god. Oh, zien jullie dit? Oh, dit is lekker. Oh, dit is echt lekker. Dit? Oh, mijn rug. De bedoeling is dat je dan nu dus hier een film gaat kijken. Oh mijn god, dit ligt zo lekker. Dit zit zoveel lekkerder dan in onze bank. Ik ga even een tukje doen. Dit is echt heel chill. Maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op om dit in deze kamer te zetten. Waar moeten we deze stoel zetten, jongens? Dit zit echt heerlijk. Maar je hebt wel stroom nodig. Oh, kijk dit. Het zit zo lekker. Kijk die bolle rug. Oh, dat is heerlijk als je spierpijn hebt. Die stretch. Zo, ik zou echt elke middag een power napje willen doen op deze stoel. Maar waar gaan we zetten? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. I need your help, kiddies and kiddos. Chicken and chicken wings. Kijk, het houdt sowieso natuurlijk niet op hier. Jullie weten hoe hard ik mijn best doe. Die kleren, daar moet ik vanaf. Oké, maar dat terzijde. Deze staat hier echt leuk. En dan dit. Ja, het is geen gezicht. Ik weet echt niet waar we dit moeten neerzetten. Maar ik wil me echt houden, want dit is echt... Het zit zo lekker. Ik kan hier echt de hele dag op zitten. Oh, wat heerlijk. Dit is toch geweldig lekker. Dat is echt zalig. I love it. Dit is toch geweldig. Nu moet dat een tv zijn. This is the movie. Hier heb ik mijn drankje. Hier heb ik mijn essentials. Hier heb ik mijn telefoonoplader. Ja. Het idee is echt top, maar de uitvoering nog niet helemaal. Hebben jullie een idee, jongens? Let me know. Het zou natuurlijk te chill zijn als we hier een plekje voor kunnen vinden. En wat is dit? I don't know. Het is sangria, maar we hebben een sangria fles van de Lidl en een sangria fruit van de Lidl. Maar veel te groot. Dit is een ander. Deze is lekker, hè? Nee, ik heb deze gebruikt. Nee, het hoort. Ze hadden ook deze gehaald. Dus even laten ontdooien. Dit is kindersangria. Ja, dit is... Naast elkaar zie je wel dat het anders is. Maar als je gewoon dit los zou zien, zou je gewoon denken, dit is gewoon sangria. Om even in de vakantievibe te blijven. Dit zijn dus vleestomaten in Nederland. Echt niet te vergelijken. Maar het ziet er wel weer yummy uit. Hallo jongens, de rest is naar het strand. Scheveningen lekker. Terrasje, cocktailtjes, lunchen. Heerlijk, maar ik dacht, ik heb echt even zin in een dagje voor mezelf. Ik heb altijd best wel behoefte aan me-time. En dat hebben we natuurlijk allebei echt 0 keer gehad de afgelopen 2 weken. Dus dit was het moment. En ik heb zin om lekker in het zonnetje. In mijn bikini zit ik lekker. En ik heb wat dingen bij Flink even besteld. Ik had gezin om naar de winkel te gaan. Dan ga ik lekker wat dingen koken en maken. En ik zal ook wat vloggen. Dus ik heb echt zin om even lekker in de keuken te staan. Ik ben nu wat bevroren fruit aan het snijden, omdat ik even zin had om...
van die ijscubes met fruit erin te maken. Even weer tijd voor mezelf. Ik weet het, als je zelf kinderen hebt, dan heb je dat gewoon niet. Maar ik ben echt wel iemand die dat nodig heeft. Dus als Ha en ik samen kinderen hebben, zouden we ook echt het wel zo doen, denk ik. Dat je af en toe gewoon echt ook tijd voor jezelf hebt. Ze is er natuurlijk ook niet altijd. Maar ik denk als je samen kinderen hebt, is het heel gezond om te zeggen, hey, jij gaat vandaag even lekker op de stap en ik heb even... Al is het maar 3 uurtjes, weet je wel. Ze gingen echt pas om 1 uur weg en ze zijn rond 6 uur thuis. Dus je hoeft helemaal niet lang te zijn, maar gewoon even een momentje voor jezelf. Dat is wel heel lekker. Maar niet alleen qua kinderen, ook gewoon qua partner. Ja, ik vind het heerlijk om ook even alleen te zijn. Ik ben natuurlijk ook normaal heel veel alleen. Ik snij wat bevroren fruit en ik denk wel dat het allemaal naar de bodem gaat. Ik denk dat je best wel veel fruit erin moet doen trouwens. Ja, dit was gewoon een random idee trouwens wat ik had. Dus, we hebben op vakantie eigenlijk ook echt heel veel gespeeld in het water en continu bezig geweest. En Ha en ik hebben eigenlijk helemaal niet aan het strand echt kunnen... Ja, dat wilden we gewoon hoor. Het was gewoon natuurlijk heel gezellig. Maar je voelt het wel nu dat je helemaal... We hebben op het strand helemaal niet lekker even een boek gelezen. Of 1 keertje heb ik even een tijdschrift gelezen, een half uurtje. Maar verder waren we echt heet in het water. Met z'n drieën gewoon aan het genieten van de vakantie. Maar ik voel dan wel heel erg... nu weer thuis en dat ik denk, wow. En dan natuurlijk ook meteen die bij Rieke en Klinner achteraan. Dat je denkt, ik heb echt geen me-time gehad. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die nooit me-time hebben. I know. Dus ik klaag ook niet hoor. Maar ik bedoel, ik dacht, nu het kan. Volgende week heb ik weer allemaal me-time. Maar we hebben toch nog een hele week vakantie. En dan vind ik het wel lekker om even zo'n middagje voor mezelf te hebben. Heerlijk. Ah, ik krijg kippenvel van dit snijden. Het is wel een soort satisfying. Nou, dit is dus gewoon... vond ik gewoon leuk. Ik heb de hele dag... Oei, maak het aan, mijn internet. Ik heb het helemaal best wel vol water erin. In de vriezer. En dan heb je lekker... ijsblokje met fruit. Voor je water of in een cocktail. Wat dan ook. Oké, er zijn een paar dingen die ik vandaag wil gaan maken. Ik heb ook met vloggen, dat is ook gewoon chiller als je alleen bent of zo. Toch anders, ik hoef niet de hele rekening te houden met van alles. Ik heb dit gekocht, want ik wil een soort koolsalade maken en deze dressing. Dit recept heb ik geleerd van familie van Ha. Het beeld is niet scherp. Huh? Nou ja, in ieder geval mandarijnensap en mayo. Er was volgens mij nog een derde ingrediënt, maar dit was echt de basis voor koolsalade. Ze hadden geen normale kool, dus ik heb een spitskool, dat kan ook. En fenkel, dus ik had zin om hier een rauwe salade mee te maken. Super random. Dan had ik ook nog zin om hummus te maken. En wat ik in ieder geval wil gaan maken is brown fluffy garlic butter. En ik wilde ook nog havermoutkoekjes maken. Oké, niet te veel spitskool, maar deze ga ik even... En zo laat ik eindelijk weer de messen van thuis hebben, want de messen in Zwitserland waren echt zo slecht. Ja, ik heb dit dus nog nooit rauw gegeten. Maar ze hadden geen rode en geen witte kool. En toen googelde ik het. Toen dacht ik, nou, toen zag ik fenkel. Toen dacht ik, lijkt me ook wel lekker. Toen googelde ik het. En toen zag ik een recept met spitskool en fenkel. Toen dacht ik, nou. Het is grappig, want ik heb altijd best wel aparte ideeën over combinaties. Die me lekker lijken. En dan bijvoorbeeld bij de Rick en Klim met het koken merkte ik het ook. Dat ik dan zeg, oh, dit erdoor. En dan zegt iedereen, oh, dit erdoor. Terwijl... Ik weet niet, maar ik heb juist altijd dat ik een soort van in mijn hoofd al kan inbeelden dat smaken bij elkaar matchen. En dat denk ik met dit ook. Ik weet niet of mensen hier of zouden zeggen hoor, maar oh, nou, dit is al gewoon goed. Wat mij gelukkig maakt is dat als je ergens heel veel zin in hebt, dat je het kan doen. Zoals nu had ik zin om lekker in de keuken te gaan staan. En dan doe ik dat. Dat vind ik echt leuk. Oh, ik weet nu wat ik ben vergeten. Bosui. Dat is wel echt jammer, want dat gaf er zoveel smaak aan. Ik ga die nog een keer bestellen. Dit heb ik over, hè? En dan venkel. Oh, je moet sowieso natuurlijk het hart eruit snijden. Snijd hem zo. Ik weet zeker dat er mensen zijn die nog nooit venkel hebben gegeten. Is er hier iemand die nog nooit venkel heeft gegeten? Toen ik trouwens in mijn vlog vroeg om de naam van de bus, hebben best veel mensen erop gereageerd. Met fart. Dunne repjes. Ik ben benieuwd of je het echt ziet tussen die kool. Dit looks smooth. Ik moet nog eens verder met mijn nagels. Hij gebruikt alleen het sap. Maar ik denk, waarom niet ook gewoon de mandarijntjes zelf?
En ik weet de verhoudingen niet, maar ik ga gewoon lekker in mijn Maggi Mix een beetje aankloeien. Blodder mayo, sap, sriracha. Ik weet niet waarom er ook nog suiker bij moet. Het is echt een heel lekker recept. Ik doe gewoon even dit. And then we go check. Woehoe. Veel te doen. Er moet echt nog veel meer mayo bij. Lekker gezond sausje. Die suiker blijft soort hard als zandkorreltjes. Ik heb de hele pot mayo gedaan. Ik dacht, dan maak ik gewoon een sausje voorraad in die mayo pot. Maar hij blijft super dun. Ik weet niet meer of die ander ook zo dun was. Sriracha is ook een beetje zoet. Is ook wel lekker. Best wel wat suiker gedaan, maar die blijft een beetje grof. Maar geeft ook wel echt een taste. Ja, ik doe dus maar wat. Hij heeft ook geen app of zo, dus ik kan hem niet heel makkelijk vragen. Maar het is gewoon lekker. En ik zou er dus nog wat citroen of zo door doen, maar hij zei echt dat dat niet hoort. En het was heerlijk toen, dus ik ga het ook niet doen. Nou, lekker zoetje hier. Oké, dus mijn geheugen zat vol en ik moest 250 beelden zo importeren, nog ook van Zwitserland. Dus ik heb al hummus gemaakt, maar heel apart, eigen improvisatie. Ik zal het straks laten zien en vertellen, hij ziet er ziek mooi uit. De salade is klaar. Nu ga ik dan dus de boter maken. Dat is best wel een werkje. Nou, niet heel veel werk, maar het kost denk ik heel veel tijd. Maar ik denk dat ik eerst even een breakie doe. Nee, ik denk dat ik eerst wel eens even de knoflook in de oven doe, want die moet heel lang in de oven. Ik vind het lekker eventjes tijd voor mezelf, even lekker in de kitchen. Is deze voor mij? Deze poes. Mag ik deze hebben? Dankjewel. Zij is ook blij dat ik er weer ben hoor. Dat ze wel lekker samen thuis kunnen knuffelen en zo. Ja, dat doen wij altijd hè. Wij houden van elkaar hè, poesie. Ja, wij houden van elkaar. Ja. Oké, lekker in de zon gezeten en nu weer verder. De oven staat op 190 graden. Ik ga jullie even helemaal meenemen bij dit recept. Want ik heb zin dat het heel lekker gaat worden. Ik zag dus een hele oude vriendin van mij. Was een jaar lang mijn vriendin in HAVO-VWO brugklas. Daarna ging zij VWO doen. Superleuk wel om haar weer op Insta te volgen. Zij deelt allemaal lekkere dingen met eten. Zij deelde dus dit recept van iemand. En zij zei, ik kan best 3 van dit soort bollen doen. Ik heb er 2. Dus volgens mij gewoon de bovenkant eraf snijden. Ik heb 3 van deze erbij. Dus gewoon lekker drownen. Heel vet wordt dit trouwens. Olijfolie en boter. Ja, ik weet niet precies hoeveel, maar beter te veel dan te weinig. Hoppakee. En dan vouw je dat als een pakketje dicht. Zo. En dat doe je dan waarschijnlijk echt 3 kwartier of zo op 190 graden. Nou, dat was best makkelijk. Dan nu gaan we door met de boter. Je moet een pannetje hebben die licht van kleur, zodat je goed de kleur van de boter in de gaten kan houden. Want hij moet nutty brown worden, maar dus niet... Zou een kaas van die pan werken? Ik weet niet. Niet te bruin, want als je dit verbrandt. Heel benieuwd. Alright, volgens mij hebben we niet eens een garde of zo. Die heb ik volgens mij een keer weggegooid, omdat ik gek was van de ruimte en het nooit gebruiken. Zo stom. Het is niet te heet, maar wel alles smelt. Kijk, nu is bijna alles gesmolten. En dan duurt het een paar minuutjes dat je een beetje moet roeren als het goed is. Of eerst keeps wel melden foam. Ja, een beetje, zie je, nu gaat het een beetje schuimen. En dan moet je stirren. En na een paar minuten komt er een lovely nutty smell. And the butter will begin to turn brown. En dat moet je dus in de gaten houden. Vandaar die kleurpan. Het moet bruin worden, maar niet. Ze zeggen van, there's a fine line between a dark beurre noisette and it getting burned. Dus je wil noisette. Moet je echt al een paar minuten bezig. Hij is ook niet bruin, dus het duurt best even. Butter is delicious, of course. But have you tried whipped brown butter with oven roasted garlic? I can pretty much guarantee this is going to be the best garlic butter you've ever tasted. By browning the butter first, you get this delicious nuttiness and a real depth of flavor, which goes so well with the roasted garlic, which is both sweet and deliciously soft in the oven. And by whisking it, you get this unbelievably creamy and heerlijk, ook die stem van haar erbij. And it's so wow. Good. Zoveel boter hoef ik niet, maar... Volgens mij wordt hij nu iets donkerder, zien jullie het? Oké, hij is nu goud. Hij moet nog iets langer, denk ik, maar nu moet ik hem wel in de gaten gaan houden. Er zit ook heel veel schuim, zie je dat? Ik heb dit volgens mij nog nooit gedaan in mijn leven. Boter bruin laten worden. Nee, ik zag hem nog wel wat bruiner worden. Maar dit wordt wel spannend. Oké, nu heeft hij dezelfde kleur als bij haar. Kijk, je ziet het bijna niet. Snel in dit pannetje, voordat het te heet wordt. Oh, je ruikt het inderdaad. Oh, vertrouw gewoon op je neus. Je ruikt precies wat ze bedoelt met een nutty flavor. Wow. Oh, dat ruikt lekker. Weet je natuurlijk ook bij... Wow, het ruikt gewoon naar karamel. Zo. Oeh, je moet hem er
Zodra hij dat heeft, meteen uithalen. Want kijk, er komt ook wat... Zie je? Hij had niet donkerder gemoeten, denk ik. Wauw. Bizar dat dit gewoon 250 gram boter in een pannetje is. Ik dit gewoon in de vriezer tot de knoflook klaar is en dan gaan we verder. Ik werd al gebeld door mijn bonusdochter. Vet cute. Dat is grappig, want dan heb je zin in me-time en zo. Vind ik het wel even lekker, maar dan mis je elkaar toch alweer na 2 uur. Schattig, ze komen zo naar huis. Maar de knoflook ruikt grandioos. Maar waarschijnlijk kan ik dit echt niet aanraken. Ik ga even kijken. Alright, dan ga ik nu een soort Pornstar Martini maken. Ik doe weer gewoon lekker wat. Eerst ga ik een open vrij maken. Dat is heel simpel. Het is trouwens niet echt een Pornstar, want ik ga geen eiwit gebruiken. Maar dit schuim, die ik dus nog nooit heb gebruikt. Voor mijn bonusdochter doe ik gewoon lekker dit sap. Wat ik al eerder had verteld. Waar je echt een mega lekkere cocktail van kan maken. Die andere cocktail met het andere schuim is alleen maar dit sap. Ik doe een scheutje erin, zodat ik toch wat anders doe dan alleen maar een beetje sap voor haar. Dat is wel leuk. En dit. Dit sap vindt ze super lekker. Ik ga dit gewoon vast maken, want ze komen zo thuis. Doe ik eerst van haar, zonder alcohol dan niet van ons. Oké, ik ga 30 ml wat kunnen. Volgens mij is dit 20 en dit 50. Dus nee. Ik zet mezelf een beetje afmeten, maar voor ons samen. Dus het moet 60 zijn. 50. Oeh. En nog een klein beetje. 20 liqueur 43, dus 40. Wat kan ik goed rekenen, zeg. Dit is echt geen Pornstar recept hoor. Dit is gewoon een beetje random soort Pornstar. Sowieso is Pornstar best wel... Het wisselt zo erg. Ik ga 40 ml sap doen. Ben je even genoeg? Nee, ik doe 50 voor ons samen. Dus 25 pp. Ik denk ook 50. Alleen die verpest dus de oranje kleur. Dat is zo jammer aan deze. Ik ga zo even vesten. Oh, het is heel licht. Oeh, veel alcohol. Oeh, lekker. Dit smaakt echt naar een Pornstar. Geweldig. Ik hoef iets te veel de 43. En iets te veel alcohol. Een beetje te veel vodka. Dus ik doe nog een beetje dit. En misschien nog een passoa. Dit is dus hoe ik het doe. Jullie vragen altijd recept, maar... Ik vond hem net lekkerder. Wow, hij begint zwaar te schuimen. Hoe kan dat? Ik doe er nog een scheut passoa bij. Nou ja, zo ben ik dus altijd een beetje aan het klooien, jongens. En nu mis ik dus toch weer een beetje die 43. Dat vanille. Ik heb geen vanillesiroop. Ik heb hazelnoot en karamel suikervrij. En gewoon omdat het gaat verpesten. Maar je wil een beetje dat vanille erin krijgen. Zonder dat hij te sterk wordt. Maar ik doe er toch nog een scheutje 43 bij. Ik heb dit recept dus nog nooit gemaakt. Eigenlijk was die eerste ziek lekker. Alleen ik vond hem een beetje sterk. Ja, die 43 maakt het heel lekker. Heftig wel. Oeh. Misschien ben ik het ook gewoon niet meer gewend. Oh, het zit mijn haar mooi. Oeh. Heel heftig vind ik hem. Ja, hij is gewoon heel heftig van smaak. Super lekker, maar heel heftig. En in principe hoef je hem natuurlijk voor een kind als je de ingrediënten doet hem helemaal niet te shaken. Maar het maakt het wel lekker koud. En het is gewoon leuk. Hij is super lekker nu trouwens. Even kijken, de kleur is volgens mij heel licht. Ja, zie je? Een beetje licht oranje. Maar wel leuk, want hij is lichter. Maar hij matcht wel heel mooi. Oeh, wauw. Bijna hetzelfde eigenlijk. Oeh, ik moet niet... Door de bar halen welke is. Waarschijnlijk heb ik net te veel nu. Ik moet wel een laagje voor het schuim bewaren. Nou, ik heb net te veel. Zo. Ze zeiden net dat ze bij het tankstation waren, dus dat ze naar huis kwamen. Dus dan vind ik het gewoon leuk als ze thuis komen. Kijk, dat is grappig. Het is me-time. Maar ik vind het heerlijk om in me-time dan wel bezig te zijn met dat ze zo weer thuis komen. Maar dat je gewoon even lekker alleen bent, is wel... Ik hou er echt van. Ik vind dat heerlijk. En dan, volgens mij blijft zo'n plakje aardbei niet goed liggen op het schuim. Maar we gaan het testen. Het schuim is dus trouwens helemaal niet mashy per se met deze cocktail. Maar volgens mij alles wat zoet en fruitig is, is gewoon lekker bij elkaar. Maar dit is voor toetjes en zo. Deze. Cocktails staan klaar. Hier ligt kipfilet van Poesie. Godver. Dan wil ze altijd kipfilet, 2 of 3 plakjes. En dan gooi ik nog een stukje en dan wil ze het niet meer. Oeh, ik ben echt de hele dag nu bezig. Maar ik vind het wel heel lekker. Want het is gewoon lekker leuk. We hebben ook nog vlees. Ik heb courgette in plakken gesneden. Deze hebben we echt al 2 weken geleden in Zwitserland gekocht. Hebben we nog steeds. En hier is dus de knoflook. Ik dacht, ik leg het hier op. Want als het lekt, gaat de olie lekker over de courgette.
Wauw, bizar. Het ziet er echt uit als magie. Dit ziet er echt uit alsof je zo erg lang in de keuken hebt gestaan. Zo, je hebt natuurlijk knoflook in de oven gedaan. Mooi, hè? Die moet je dus uitknijpen, maar hij is nu nog natuurlijk veel te heet. Hoe gaat het met onze butter? Wow, is die nou helemaal hard? Oh nee, lijkt zo. Zo, er zit een laag op de bovenkant. Wow, dit ziet er super satisfying uit. Kijk dit, hebben jullie dit ooit gezien? Let me know of je dit ooit hebt gezien. Ik nog nooit. Wauw, dit is gewoon boter. Prachtig, met de honing. Ik zat te denken van ja, tuurlijk. Toen ik dit aan het doen was, dacht ik, mis ik het dan om een restaurant te hebben. Maar ik mis het niet. En eigenlijk is het net zo leuk om voor je loved ones, zeg maar, lekker eten te maken. Wat mijn vader ook doet. Ja, je verdient er geen geld mee. Maar ja, je mag ook best een hobby hebben. Ik heb altijd heel snel van als ik iets kan of echt leuk vind, dat ik denk, je moet er meteen je werk van maken. Dat is natuurlijk niet zo. Goed dat ik de boter uit heb gehaald. Het is trouwens helemaal niet heel veel boter. Wat is dit aangebrande? Oh my god. Oh, die hele bodem zit vol met chocoladekoek. Jongens, serious? Oh my god, ik maak geen grap. Hele bodem is bruin. Ik had trouwens in de tussentijd peterselie en chilipoeder hierin gedaan. En ik ga nu de boter redden. Want voordat het helemaal smelt, er zit een beetje chocola door onze boter heen. Chill. De hele bodem is bruin. Beter dat het hard is, want dan kan ik het hopelijk nog redden. Dat ik dit vast lekker een beetje ga opkloppen. Ik ben wel nieuwsgierig. Hij is natuurlijk heel koud, maar je ziet wel dat hij luchtiger wordt. Maar volgens mij moet hij nog wat meer op temperatuur komen. Ja, zij kneep het helemaal uit, maar er zitten allemaal... Wow. Hoe doe je dat zonder dat al die vellen erin komen? Oeh, het is nog te heet. Au! Deze bollen zijn eigenlijk wel handig. Deze kan ik zo pellen. Ik gebruik dus alleen nog maar knoflookbollen, maar ik dacht omdat zij in het recept die andere gebruikte. Kijk hoe prachtig. Oeh, au, au, au. Het ziet er allemaal heerlijk uit. Ik voel me helemaal chefkoek hier. Ik voel me helemaal mijn vader. Ik ga ook altijd de hele dag in de keuken staan. Oh, daar zijn ze. Ze zijn er. Oh. Ik had het perfect getimed voor als jullie thuis kwamen. Dit is jouwe, met lekker veel schuim. Wow. Dat was... Roze. Het schuim is veel dikker dan die andere. Wow. Moeilijk? Deze moet je echt met een spatel glad maken. Het was heel satisfying om het eruit te persen, maar ik kon het niet filmen, want ik had mijn handen nodig. Het lukte op zich best goed. Wow. Nu is hij een beetje weer warm geworden door de warme knoflook, dus hij moet waarschijnlijk weer even in de koelkast. Ik ga denk dit even zo in de koelkast zetten en dan over een kwartiertje of zo om nog even verder whisken. Dus we waren nog niet helemaal bevroren, maar het is wel leuk. En kijk hoe mooi dit eruit ziet. Ik had even opgeschreven wat ik erin heb gedaan, maar het was dus eigenlijk de bedoeling dat ik gewoon kikkererwten zou doen met kikkerertenvocht. Want dat is volgens mij de truc om het vochtig te, om het smooth te krijgen. En het was dus te veel vocht, daardoor werd het te dun. Dus dan heb ik doperwten erbij gedaan en parmezaan. En ik had geen tahine, dus ik heb sesamolie gedaan. Nog citroensap, een bol knoflook, olijfolie, zout, peper en munt. Nou, hij is best wel lekker geworden. Maar dus niet gewoon zoals de normale. Mooi, hè? Deze is ook echt heerlijk. Ik hoor net van de man van wie ik het recept heb dat er helemaal geen sriracha doorheen moest. Ik heb hem sowieso dus heel anders gemaakt. En nog, ik heb een beetje roze radijsjes gedaan. Maar hij wordt wel, hij zei je moet eigenlijk een dag laten intrekken, wordt hij lekker wat minder hard. Maar ik vind eigenlijk het knapperig wel lekker, dus voor mij hoeft hij niet heel veel zachter. En hier komt heel veel vocht. Dus ik heb zo'n lepel met een gat. Maar het is echt heel lekker geworden. Oké, alcoholvrij. Deze kookte die ik al vaker heb laten zien. Dit is gewoon... Is dit mooi? Geen idee. Het is kubussap met dit schuim. Alcoholfree. Ik denk dat het net zo zwaar is. Yep. Dit is gewoon voor de sier. Tadaa! Het wordt vanzelf heel mooi glad. Wel een beetje luchtbellen, maar heerlijk. Dit smaakt dus naar fritellen. Ik dacht dat ik al had gefilmd, maar dat was niet zo.
Deze is blijkbaar te pittig. Maar ik kreeg dus ook net een appje dat er helemaal geen sriracha saus in moet. Dus dat is wel een beetje jammer. Want nu ben ik denk ik de enige die hem eigenlijk lekker vindt. Courgette. Ik heb nu deze pistache liqueur gemengd met wat chocola. En ik doe er een klein beetje melk bij. En het is echt volgens mij ziek. Een beetje te veel melk, dus hij is niet helemaal groen, maar het is echt ziek lekker. Dat is gewoon meer echt een toetje. Raar, hè? Kijk, dit zijn babykoekjes die ik nu heb gemaakt. Blijkbaar. Die Henny had. Ik zoek het recept op, zie je overal. Als je baby net een beetje kan eten, kan je deze koekjes maken. De weegschaal is op, dus ik doe maar wat. Kaneel. Henny had dus voor haar baby van 1 havermoutkoekjes gemaakt. Toen zei ik nog tegen haar dat ik die dingen niet meer maak. Bananenmuffins en zo. Dan, ja, voor mijn lichaam werkt dat niet echt. Maar ik heb nu ontdekt dat ik prima wel af en toe koolhydraten kan eten. Dus ik heb nu gewoon havermout, banaan, pindakaas, kaneel en zout. En eigenlijk is dit gewoon, kan je dit rauw ook eten, dus je kan het best wel proeven. En als je hier melk bij doet, heb je gewoon havermout met bananen en pindakaas. Als je in de oven doet, heb je dus een soort van, ja, toch wel gezonde koekjes of snackjes voor tussendoor. Maar staat dat je maar 2 dagen kan bewaren. Er staat er ook nog iets van fruit hoor. Maar het is super lekker en heel simpel. Het ziet er echt heel vies uit, maar dit is het dan. Ik weet niet of ik nou genoeg havermout heb, maar ik denk het wel. Dit is trouwens ook ziek leuk om met je kind te maken. Want volgens mij, als je alles met je hand kneedt, ben je een soort van aan het spelen en dan heb je een heel beslag. Dat is echt lekker. Het ziet er echt lekker uit. Lekker robuust. Het is een echt bizar lekker geworden. Ik heb er dus 3 op. Dat is waarom ik nooit dit soort koekjes maak. Want ik vind het te lekker. Maar het vult als een gek. Echt geweldig. En kijk hoe heerlijk het er van binnen uitziet. Zie je al die stukjes? Door die nootjes en zo. Ik weet niet waarom het er zo geweldig uitziet. Maar geweldig. Bizar lekker. Ik heb volgens mijn verhouding best wel pindakaas gebruikt, maar ik vind het echt heerlijk. En heel lekker voor het sporten ook. En eiwitten, voedzaam. En je zit er super vol van. Dus het is, ja, ik heb er dan nu 3 op, maar ik zit ook echt meteen bomvol als lunch. En het is niet dat je ervan gaat snacken of zo, weet je, als zoetkoekje, maar meer gewoon lekker. Ja, het is gewoon lekker. Maar nu zit ik echt vol, dus zou ik echt niet meer pakken. En mijn normale koekjes wel. Ja, heerlijk. Tip, dit is echt een supergoed recept ook die ik heb gebruikt. En nu de fristi cocktail. Ja, een beetje voor de smaak dan, een beetje zonde, maar oké. Oeh, deze kleur, oh my god, zo mooi. Iets donkerder door het schuim. Wow, ziek mooi, die lichte kleuren. Oké, hij wil een cocktail met munt. Dus ik ga een cocktail maken met bruine rum, als we dat hebben. Watermeloen, munt. We hebben geen bruiswater. Ik zit te denken of dit lekker is. Dat heb ik een beetje gekocht om een soort Barbie cocktail te maken. Misschien wel. Meestal als ik iets doe, wordt het eigenlijk wel lekker. Ja, dat is het enige wat ik heb met prik. Oh nee, ik heb beneden waarschijnlijk gewoon bruiswater. Kijk, we hebben beneden een hele stash met dingen die we nooit gebruiken. Ik heb tonic. Raspberry rhubarb pie. Oeh, dat is wel heftig, maar dat zou lekker kunnen zijn. Ik ga gewoon dit doen. Ik heb serieus nog nooit gehad dat een cocktail echt vies was. Ja, die wasabi cocktail. Ha, wil je munt plukken? Dit moet je mensen niet in een shaker doen, maar ik ga het toch proberen. Oké, ha, jouw cocktail. Ja! Oké, jij vindt hem lekker. Oké, het toetje wordt een soort van freak shake met erop een halve mochi.
brownies. Ik fluister want het is geen roze koek. Ja. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen. En hier heb ik melk met suikerspinijs van de Lidl en roomijs geblend. Maar ik wacht tot hij een klein beetje harder wordt. Wauwie. Laatst begrijp ik mijn vader steeds beter. Hij mocht nooit mooie glazen of dat soort dingen. Hij was altijd zo van, oh nee, niet dit gebruiken, anders gaat het kapot, blablabla. En dacht ik altijd, stel je niet zo aan. Maar tadaa, favoriet, het Tieke Max glas, stuk. Soms begrijp ik het steeds een beetje beter. Niet normaal, hè? Ik heb er nog paprika poeder doorgaan. Ik vind hem heel heftig qua smaak, zo romig. Maar ja, wel precies wat ik wilde eigenlijk. Maar ik hou denk ik toch van iets minder romig. Het is smooth peanut butter, is voor mij te smooth. Maar wow, kijk hoe smooth. Kijk op pindakaas nu, door dat paprika poeder is je niet meer die mooie originele hummuskleur. Ik weet niet hoe je het nou precies doet, zoiets. Maar het ziet er niet zo mooi uit als vorige. Nou, prima, er gaat nog van alles overheen. Maar hij doet iets leuks wat ik ook wil doen. Hij doet met paprika poeder en een vork. Al dat ik iets nadoe van een ander, dan is het niet echt per se beter. Als ik het zelf bedenk, gaat het meestal wat beter. Ik voel me echt een food channel ineens. Ja, soms heb ik van die momenten. Aha, ik weet waarom de hummus niet lekker is. Ik proef net die olijfolie op mijn vinger en die is ontiegelijk bitter. Ik heb een verkeerde olijfolie erin gedaan. Dat is waarom het niet zo lekker is. Ja. Ik voel dat mijn beeld weer niet zo goed is. Dan mogen jullie de vijgen hebben. Dan blijft het hier die boom. Ja, nu zijn de kleuren weer goed. Ja, nu schokt het beeld inderdaad. Oh, hij is al een beetje verdwenen. Oké, ik heb dus niet alles... Hé, hey, het beeld is heel donker. Het beeld is heel donker. Het is met mijn camera. Oké, ik zal even vertellen wat ik allemaal heb gemaakt, want ik heb het niet meer gefilmd. Maar dit is nog die ik eergisteren had gemaakt, dus die weten jullie al. Dit is salade van watermeloen, feta, munt, olijfolie, balsamico. Dus niet heel veel, maar wel lekker. Dit weten jullie trouwens ook al. Ik heb niks veranderd, behalve dus de dressing. Dit is dan nu weer de brown butter. Maar dan dit keer niet mislukt. Ik ben benieuwd, maar ik vind hem alsnog wel een beetje zoet, doordat je hem dus laat bakken. En ik heb er nog rauwknoflook doorgegaan. En er zit peterselie op. Dit weten jullie trouwens ook al. Dat heb ik in de vakantie steeds gemaakt. En dit is dus wat ik net heb gemaakt en heb gefilmd. Ik heb alleen nog kalamatenolijven er in het midden gelegd. Helemaal zitten. Maar die creatieve culinaire oog voor detail is niet te geloven. Heb jij dat nou ook? Nee, ik heb het leuk om te doen, maar ik doe dan niks. Ik vind het leuk om dan een barbecue aan te steken en een lekker stuk vlees klaar. Ja, we zijn gewoon een goede match. Ik doe dan meestal dit soort dingen en dan maakt hij er wat vlees of zo bij. Maar ik dacht, als ik 3 salades heb en 2 hummusen en boter, hoef ik echt niet nog iets warms erbij. Nee, dat heb ik niet. Ja, deze smaakt lekker. Ja, lekker hoor. Smakelijk. Heerlijk. En vind jij die heel smooth, proef jij dan bitter olijfolie hoor? Lekker. Ik ben wel echt heel kritisch met je smaak, Carlotta. Ik ben iets niet lekker erin. Maar je bent zo kritisch met je smaak. Ik vind hem te heftig, zeg maar. Hij is too much. Hoe komt het dat Charlotte en Olivier echt zo millimeter met die smaak? Maar hij is wel extreem smooth. Wat is niet lekker? Even hier olijfolie. Nee, jij vindt hem ook niet olijfolie eens net een beetje bitter smaken. Dat het 100ste deel van het hele prutje is. Het is gewoon heel sterk allemaal. En de paprika poeder vind ik niet lekker. Huh? Ik zou hem niet nog een keer met zo maken. Ik vind hem niet heel lekker, maar hij is prima. Oh, je bent zo knap. Hallo. En hier is de lucht nu uit. Moet je voelen hoe stevig. Wow, hoe heb je dit gemaakt? Ik heb een rondje gemaakt. Voelen. Dat hebben wij nog nooit gehad. Dat hebben wij nooit. Kun je leuke pompommetjes maken. Gooi het eens. Kijk of ze het mee gaat spoilen. Om te wassen. Wat? Wat? Mama, kijk deze foto. Leuk hè, met haar spelen. Iedereen doet hetzelfde en dat is gewoon haar eye met dat ding. Poesie. Zo, is dat het mooiste van onze rasband? Dit vindt ze het lekker. Dit vindt ze echt heel lekker. Hallo. Ik heb dus een beetje last van mijn rug. Ik heb gewoon zin om even in deze chair te liggen. Want het is zo lekker voor je rug. Dit is echt de hemel. Jongens, laat me even weten wat we met deze stoel moeten doen. Want het
ligt echt niet normaal lekker. Iedereen die het nu heeft gevoeld zegt ook van dit zit zo lekker. Maar hoe gaan we dit? Wat gaan we ermee doen? Vertel het me. Het is echt... Moeten we hier gewoon een tv ophangen? Maar ja, het wordt ook een kindercoaching praktijk idee. I don't know, maar I love deze stoel echt. Het chill is, hij neemt ook helemaal niet zoveel ruimte in, hè? Hij gaat maar een klein stukje. Ik bedoel, hij hoeft niet heel ver van de muur te staan ofzo. Wee. Dat is echt heel relaxed voor je rug. Ja, het is geweldig. Ik heb echt nog nooit zo lekker gezeten in een stoel. Maar ja, hij is wel groot. What to do with it? Even het licht uit. Zo. Oké. Bye bye, stoel. Dan weer regen, dan weer zon. Zo raar. Hey jongens, wij zijn spontaan op weg naar Noordwijk. Want nou, we hebben er eigenlijk ziek lang over gehad om een keuze te maken. Maar we wilden dus eigenlijk een soort van gaan zwemmen. Maar we wilden eigenlijk misschien ook nog wel een dagje naar een hotel. Om nog even een vakantievibe te hebben. Dus toen besloten we gewoon naar best wel luxe hotel te gaan. Met een zwembad aan het strand. Waar we gewoon nog helemaal kunnen chillen. Lekker eten. Niet naar huis hoeven rijden vanavond. Ik ben heel benieuwd. Ik weet even niet hoe het heet. Maar we zijn er over 8 minuten. En dan weer regent het. Dan weer schijnt het soms heel vaag. Maar we willen ook in de zee gaan zwemmen. Free passage? Ja, dag. Maar wat als je dan niet in het hotel verblijft? Is dit zo dat je hier je auto zet en dat ze dan je auto voor je gaan parkeren? Nou, ik vind het wel best leuk. Wow. Een rode loper op de trap. Jee, dat luxe, hè? Ik hou echt van luxe. Maar ik had kijken hoe fancy het hier is. Zie, mooi en luxe. Oeh, ja, ik ben heel benieuwd. Kijk dan. We krijgen meteen een glaasje prosecco en onze koffers worden op zo'n luxe ding getild. Wij zijn allemaal een beetje sprakeloos van de service en de luxe hier. We worden letterlijk overal naartoe begeleid. Het is echt extreem luxe. Tadaa. Muziek? Wat is dit allemaal, joh? Nou, deze view vind ik echt super mooi. Voor 50 euro meer had je dus zicht op zee. Maar dit is ook echt mooi. Nou. Dit op de 8e verdieping. De garage komen ze denk ik zo brengen. Lekker joh. De kamer is gewoon super mooi, niet heel bijzonder, maar het hotel zelf was echt... Nou, het was zo luxe. Dat ik me bijna een beetje zo verkeerde persoon in de verkeerde plek voelde. Zo luxe. We hebben zelfs voor een kind krijg je een tasje van Hulphond Nederland. Met een kleurplaat. Nou, superleuk. Oh, met... Missy een oog? Oh, nee. Schattig. En ja, onze koffers worden dus zo gebracht. Dit wordt opgemaakt op bed, maar dat was verkeerd doorgegeven of zo. Maar dit is een slaapbank. Dus heb je gewoon een tweepersoonsbed ook. Chill. Dit. Tea, coffee, sugar, water. Mijn beeld is inderdaad schommelig. Mensen zeiden het al. Ik ga even kijken wat ik eraan kan doen. Nou, we zitten hier aan het zand, dus het is zonde. Maar er altijd vind ik het wel een beetje tempting om... Zoiets dingen te bestellen. Oké, ik heb dus, dat is het enige nadeel. Alles is super leuk, maar we hebben onze spullen niet. Dus ik zit hier in een soort crappy kleding zonder make-up. Maar ja, ik had zin om een beetje leuk aan te kleden. Maar goed, ik kan straks wel nog teruglopen. Kijk hoe leuk. Daarachter is ons hotel. En je loopt zo het strand op. Geweldig. Dat is toch bizar? Wat een zee. En wat een geur komt er ook vanaf. Echt een zeegeur. Wel lekker. Kijk dan, dit is gewoon, dit hoort allemaal bij je hotel. Het is zo luxe, bizar. Niet normaal. Het lijkt alsof je helemaal een privé beach hebt hier. Kijk, er is helemaal een zandbank. Hier helemaal water, dan niks. En dan weer water. Cool. Kijk hoe lekker dit. Een limonade met roos, lavendel en een soort bes. Ik heb een vers sapje met appel, peer en gember. Nou, hij heeft lekker een biertje. Ik ben benieuwd of hij echt vers is. Ze zeiden van wel. Oeh, lekker. Dat proeft ook echt de gember. Dit is nu dus bij het terrasbar en het is hier echt veel duurder nog dan Zwitserland. Maar je zit hier wel heel lekker. Dit is gerookt boter ofzo en dit is citroenaioli. Wandeling voor de kaart, laat het verrassen door de chef. Hij weet precies waar hij de gratis nootjes moet scoren. Weet je hoe goed dat voor hem is, noten? Dat is het meest luxe wat ze kunnen krijgen, joh.
Beste, beter dan al die patat die ze naar binnen krijgen. Wow, is dit macadamia? Nee, borrelnootje. No, en nu op naar de swimmingpool. Oké, ze is pas het zwembad ingedoken. Ik zei, ik ga wel eventjes de... het zwembroek van haar halen. Kijk, dit is je lift. Nee, ik ben eruit. Het is hier echt heel fancy, maar ik moet dat even wennen aan dat reken. Vroeger ben ik het gewend van vroeger, zeg maar, deze hele sfeer. Maar toch moet ik er altijd een beetje aan wennen. Dus we laten een beetje te dollen met Roderick. En dat soort dingen. Maar ja, is dat discriminerend? Nee, toch? Gewoon een beetje dollen. Ik weet dus niet of dit onze kamer is. Oh, welke kamer hadden wij? Oh, jeetje, ik weet het niet. 8:15, toch? Dan moet ik wel mijn vlog terugkijken. Nee, maar dat weet ik ook niet. Dat is erg. 8:09? Volgens mij was het toch echt 8:15. Toch niet 8:19? Oh, 8:19. Oké, ga ik even mijn badpak aandoen. Kijk, het bedje staat er. Nou, helemaal prima toch? En ik had dus via een soort rare site. Ik ga altijd op Google kijken en dan... Ik kwam ook op een hele vage site en toen was dit €250 deze kamer. Dat is nog duur, maar normaal is het dus duurder. Dus nou ja, wij gaan nu lekker naar het zwembad en daarna lekker uit eten. Right, oh, wacht, ik ga lekker badjas aandoen. Heerlijk, nog lekker bruin ook. Tadaa! Oh, ze hebben ook slippers. Lekker. Toch wel lekker hoor, een hotel. We hadden echt nog iets van, het was best wel een beetje wennen om met z'n allen op vakantie te zijn. En het was ook nog natuurlijk het huis van mijn ouders, dus je moet ook alles heel goed schoonhouden en zo. We hadden iets van, we willen nog eventjes... Heel erg spontaan en last minute. Ga ik deze slippers aan doen? Ja. We willen nog heel even. Gewoon even dat luxe gevoel. En we willen eigenlijk zo'n heel leuk all-inclusive kinderhotel doen. Maar alles was natuurlijk al. Ga ik echt deze slippers aan doen? Alles was echt vol. Dus pas ik hem? Nou. Ja. Ik moet nog niet halen, zwembroek vergeten. En ik heb net gebeld, want ik had gepakt of we aparte dekens mochten, want het slaapt lekkerder, maar die lagen er niet. Dus toen belde ik van of we dat nog konden krijgen. Zeiden, ja, dan brengen we naar de kamer. Dus dan denk je, oeh, luxe life, luxury life. Gaan ze hem ook pakken en dan lekker gaan. Dat is nice. Ook lekker in de sauna geweest. Ik heb gewoon lekker een sportlegging met een jasje. En dat is net een beetje een outfitje, geen make-up. Lekker makkelijk. Kijk hoe leuk ze dit dan weer hebben aangepakt. We zijn naar echt een visrestaurant gegaan aan de zee. Superleuk. Ik heb de espresso martini. Ketchup op de day ga je sowieso lekker doen, 100%. Ketchup de day is zeebaars. Lekker. Maar dit is ook allemaal lekker. Heerlijk. Eigenlijk liever geen brood, want alles is te lekker, maar we hebben te veel honger, dus we hebben brood. Hoi. Wow, hij is heel lekker. Ja. Dit is de tonijn tartare met, nou ja, je hebt de kaart gezien. Ik heb ketchup today. Of waar is dat bodyboard? Chicky, ik heb mosselen. En, oh, wat hij is heel lekker. We gaan een oester eten. Oh my god. Maar ze moeten nog even uitleggen hoe het eigenlijk moet. Weet jij dat? Ja, losmaken met je vork. Of hebben ze dat al gedaan? Nee, hij is los. Moet je het echt in... Ik wil het eigenlijk even vragen voordat we het doen. Oh, je gaat al. Weet je hoe het moet? Oké. Je gaat echt in één keer. Oké. Maar moet je dan wel of niet kouwen? Ja, er zit Fina Gretel. Mag ik dat vragen? Moet je nou in één keer doorslikken of kouwen erop? Ja, het verschilt een beetje per persoon, want iedereen een beetje lekker in. Maar officieel moet je erop kouwen. Wel? Ja. Oké, okay, dat is heel lekker. We hebben eerst een lekker vinaigrette. Ja, daarom durf ik het nu te proberen voor het eerst. Ik ga kouwen. Maar dan in één keer doorslikken? Maar het gaat er niet in. Ja, die vinaigrette is heel lekker, ja. Oeh, is niet lekker. Het is heel lekker. Ik dacht dat het heel vies was.
Maar er zit nog een stukje in. Zij gingen echt wel kijken, want zij denken ook van wat vindt iemand van een oester die voor de eerste keer een oester eet. Ja, ze waren heel erg naar vis, naar zee. En dit is zeekraal. We gaan nog een oester nemen. Ik vond het zo lekker. En nog een halve kreeft. We hebben nog een halve kreeft. Oké, dit moeten we er zelf op doen. Moet ik het voor jou of voor jezelf? Het is helemaal overspoeld met saus. Is die, hij is los, hè? Oké. Hij glijdt nog niet. Oké, proost. Ga je met een lepel eten? Je hebt een komkommerparel op de andere kant. Ja, echt heel lekker. Mm. Vind jij het eigenlijk wel lekker? Je hoofd kijkt echt of je moet kotsen. Kan je dit helemaal opeten? Wat is lekker met knoflook? Wow, heel apart stukje hadden wij. Kijk de lift view. We lopen lekker op onze blote voeten. Oh, wow, hier word je echt duizelig van dit tapijt. Mooi hotel, hè? Kijk, we wilden dus eigenlijk buiten de deur ergens gaan ontbijten. Dus ik dacht, wat als ik bel om te vragen of alleen voor het kind. Het kind. Ons kind. Ik zei gewoon ons kind een ontbijt mogen bestellen. En dat mocht dus. Ze heeft hier dus roerei. Maar wij eten hier dan ook gewoon lekker iets van. Cappuccino. Wow, okay. Kaas. Smeerkaas. Hier, of zo. Ik heb ook yoghurt voor je gevraagd en fruit. Oh, ik had volgens mij gewoon nog meer kunnen vragen. Yoghurt, muesli, fruit. Allemaal hagelslagjes, jam. Er zitten allemaal broodjes in. Kijk hoeveel. Het is echt een hack als je in een hotel bent en je wil niet voor 3 personen ontbijt gaan halen. Want we dachten, we kunnen haar moeilijk in eentje naar een ontbijtstal sturen. Wij vonden het echt ziek zonde van €35 per persoon. Dus ik voel me nu echt een slimme persoon. Lekker ontbijt. Dan nu gewoon bikini aan, badjas aan en naar het zwembad. En dan weer naar de kamer. Het was echt heel chill. We hebben van het hotel, sorry ik heb tandenborstel in mijn mond, maar van het restaurant zat de rekening hierin en mochten we deze meenemen. Kijk, dit vind ik echt zo goed voor kinderen dat je leert, oké, je helpt de natuur, het milieu en dan krijg je ook nog eens een beloning. Het is alleen heel rustig, dus er zal niet zoveel afval liggen hier. We zijn lekker bezig hoor, om een chocoladebar te verdienen en het milieu te helpen natuurlijk. Tada! Dat hebben we verdiend voor 2 tassen. Kijk hoe lekker we hier zitten. Het ging ook regenen. Dit is de kaart. Wow. Mooie kaart. Weer oesters. Dit zijn andere oesters. Eel, nu zou ik echt geen oester willen. Ook een fancy water. En haal ik een soort van bier met champagne of zo? En ik heb een haverkapu. Kan niet zonder. Wow, kijk. Ik heb die. Tadaa, en we gaan weer lekker naar huis. Automatisch open gaat. Ze zeiden dat je kenteken wordt gegeven. Ja, wat chill zeg. Free parking. Nou, dat scheelt weer. Oké, wij komen dus net thuis. Dat was echt heel leuk. En over anderhalf uur komen mijn schoonouders al. Want we hebben ze uitgenodigd voor borrel en eten. En eigenlijk ga ik een beetje hetzelfde maken als voor mijn ouders. Want dat was een succes. Maar het wordt echt een race tegen de klok. Ik vind het wel heel leuk. Alleen eigenlijk heb ik te weinig tijd. Qua borrel wil ik een soort van kaasplankje maken. Maar het wordt te veel als ik al die hele kazen ga doen. Dus ik ga denk ik even... Hier kan ik een mooi puntje uitsnijden. Volgens mij is deze week vlog letterlijk keuken, 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 keuken. Hotel, keuken, 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 keuken. Oh, nu valt hij dus uit elkaar. We hebben net bij een kaasboer hebben we deze gehaald. Een oud kaasje. Honing, klaver. Lavendel, tijm. En... Oh, truffel. En dit wat ook zelf wordt gemaakt. Dat mooie suikerig fruit.
ga ik ook echt zo tegen jou. Wat zou ik eerst doen? Mezelf klaarmaken of de borrel maken? Nou, ik zou je eerst klaarmaken. Wat doe ik? Eerst de borrel. Ja, maar anders doet Loes toch altijd als ze dan aankomen. Kom er lekker bij en je hoeft niks te maken. Maar ja. Ik wil wel wat maken. Deze snij ik mooi in blokjes. Kijk hoe mooi. Ik wil het heel graag beneden. Ik wil het slap. Prachtig. We hebben alles met z'n drieën gedaan en we zijn op tijd klaar. En nu kom ik er dus achter dat ik nog moet editen. Want de vlog moet morgen en ik moet nog minstens 3 dagen. Dit ziet er wel waanzinnig uit, kijk. Geweldig toch? Niet te veel gaan wij doen. Erg leuk. Het is weer herring time. Wow, je ziet hier gewoon de graatjes. Er staat speelt. Oh, dat is in mijn voortand. Dat is vaak. Ik proef de visolie aan de omega. Maar wel heel lekker. Nu moet ik ongesteld worden, dus dan is het goed voor mijn huid, want die is dan altijd een beetje onzuiver. Oh. Ja, ik vind het heel apart. Heel erg mooi. Alleen geen vlees, Luke. Ja, wrijf het er maar in. Oh, pas op met dit. Laatste dag met z'n drietjes en wij gaan even lekker fietsen. Al waait het super hard, maar het is verder prima weer. En we lekker weer pindakaascookies. Nou, hallo. Ze zullen wel lief zijn. Ja, die zijn toch heel erg voor mensen gewend. Ze zijn wel mooi. Niet wit, maar echt beige. Ik hoor iemand plassen. Ik heb nog nooit gezien volgens mij dat ze echt aan het drinken zijn. Hij geeft ze super veel uiers om al haar... Waarom zijn ze vandaag zo cutie? Nou, ze zijn altijd cutie. Ben je lekker je pootje een beetje aan het schoonmaken? Ja. Ja. Mooi. Oh my god, waarom zijn jullie zo lief? Weet je? Ik ga nu besluiten dat ik weer ga stoppen met vlees eten. Ja. Ik ga stoppen met vlees eten. Oh, ondertussen wordt hier mijn sjaal opgegeten. Onder water. Deze zat helemaal in zijn mond. Lekker hè? Zo lekker. Ik ga jullie niet opeten. Nee. Nee, ik ga er. Nou, ik zeg niet dat ik vegetariër word, maar ik ga weer even ermee stoppen. En wel gewoon nog kaas, ook al is dat ook zielig. En melk. Maar ik stop even met vlees, want ik vind het helemaal niet eerlijk voor de dieren. Waarom zou ik jullie nou opeten? Het slaat toch helemaal nergens op? Waarom zou ik hun opeten? Ze eten mij toch ook niet op? Nee, die gaan mij ook niet opeten. Nee. Niet dat ik jullie eet, maar ik bedoel meer gewoon dieren in het algemeen. Ja, goed hè? Oh, ze zeggen bedankt. Hoor je het? Met z'n allen. Ja. Ik ga jou niet opeten, maar ook niet meer de varkens en de koeien. Nee. Dat ga ik niet meer doen. Hallo. Kippen zijn ook intelligente dieren hoor. Hi. Gaan jullie niet meer opeten? Ja, good morning. Waarom zitten deze dan zo dicht bij elkaar? Gaat het daar wel goed mee? Die moet dat goed. Ja, lekker chillen. Lekker massage. Nou. I've got a pina colada. Ik ben heel benieuwd. Oh, lekker. Dat zou jij ook wel lekker vinden. Waar zit rum in? Thank you.
Dat is het meisje met drie vaste familie Rijder. Wij zijn allemaal super zet, want we hebben net mijn bonusdochter in bed gelegd. En allemaal echt gehuild. Even afscheid genomen. Dat we het allemaal zo moeilijk vinden dat we er nu weer 3 weken niet gaan zien en zij ons. Omdat het zo leuk was met z'n allen. Morgen gaat ze weer weg in de ochtend. Oké, jongens, morgen begint normaal leven weer. Het is 10:15. We zijn echt heel moe. We gaan lekker vast in bed liggen. Bedankt voor het kijken. Ik ben nu op al jullie reacties van de vorige vlog aan het reageren. Ik blijf het zeggen, maar ik hoop dat je een leuke reactie achterlaat. Of die nou kort is of lang. Ik waardeer het enorm. Omdat het me helpt met mijn views, maar ook omdat ik het heel leuk vind om te lezen. En ik er ook altijd graag op reageer. Vergeet ook je duimpje omhoog te doen en te liken. En natuurlijk moet je volop instaan. Want daar plaats ik beelden die je op moet aansluiten. Op mijn vlogs, omdat het mijn leven is. En ik heb geen idee hoe lang deze vlog was. Maar ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En goodbye.